vanaf deze week betalen voor koffer op KLM vluchten naar Suriname. Vanaf deze week komt de KLM met een nieuwe prijsstelling voor het meenemen van een koffer op verre vluchten, waaronder naar Suriname. Er komen drie tarieven, Light, Standard en Flex, waarbij in het Standard en Flex tarief voor een koffer moet worden bijbetaald. De handbagage blijft in alle drie tariefgroepen gratis. Mits het gewicht daarvan niet hoger is dan 12 kilogram, in het goedkopere Light tarief is de ruimbagage dus niet meer inbegrepen in de prijs en mag alleen handbagage mee. Om een koffer mee te nemen moet men dan kiezen voor onder andere het standaard tarief, waarbij een bedrag van minimaal €80 moet worden bijbetaald voor een koffer van 23 kg in economy of 32 kg in business class. Het voornemen van KLM om passagiers te laten betalen op verre vluchten werd vorig jaar al door de maatschappij bekendgemaakt, maar gaat deze week pas in. Volgens KLM Nederland topman Harm Kreulen kunnen tickets door deze nieuwe prijsstelling gemiddeld 10-15% goedkoper worden. Hij zegt dat de aanpassing nodig is in de moordende concurrentiestrijd om de vliegtoerist.